De dag voordat ik ging, was ik eigenlijk een beetje lichtelijk opgewonden. Oh, morgen gaan we beginnen. Morgen ga ik mijn reis beginnen en mijn droom waarmaken. Dat was eigenlijk de dag ervoor hoe ik erin ben gegaan. Ja, ik ben Fleur Sas en ik woon in Druten. Ik ben 35 jaar oud. Mensen die aan diëten waren, vond ik eigenlijk maar stom. Vond ik niet gezellig, want ik hield van eten. En mensen die niet aten, dat was gewoon... Nee, die kwamen ook niet in mijn kringetje, zou ik maar zeggen. Een vriendin van mij vertelde over haar Gamebridge-dieet. En dat zij dat echt heel erg fijn vond. En ze zei eigenlijk tegen mij, Fleur, dat moet je gewoon doen. Dus zij gaf eigenlijk mij deze tip. En ze zei daarbij, gun het jezelf. Het mooiste van Fleur is spontaniteit, de vastberadenheid en het recht op haar doel afgaan vanaf het moment dat ze bij mij binnenstapte. Ja, doordat je naar Connie gaat, word je toch weer eventjes weer bevestigd in je, hoe goed je het eigenlijk doet. En ook al was je niet zoveel afgevallen, kreeg je nog een compliment. Dan liep ik op de weg en dan reed er een auto voorbij en die zette me in één keer in de rem. En die mensen die zijn echt de auto uitgestapt om te kijken of ik het wel was. Want voor mij ging het al snel, hè, dieet. Maar voor de mensen om me heen ging het ook heel snel. Waar ze voorheen uitzondering was, is het nu een eenheid geworden met haar vriendinnen. En ze hoeft niet meer te verbloemen of geen andere jasjes meer of niet keuze te maken, wel of niet mee zwemmen. Die lach is hetzelfde gebleven, maar achter die lach schuilt wel een zelfverzekerdere Fleur. In je hoofd zie je jezelf nog steeds zwaar, maar op foto's en op beeld en op met kleding passen, dan pas denk je, oh nee, het is, je bent hartstikke slank. Ik denk, als ik niet meer naar Connie zou gaan, was ik alweer 30 kilo erbij, denk ik. Zat het er alweer eraan. Weet ik zeker. Want je hebt die controle niet meer. En nu heb ik elke maand die controle.